kerkplein van Driebergen-Rijsenburg wordt gedomineerd door de katholieke kerk. In de kapel bevindt zich het grafmonument voor de Belgische koopman van Oosthuizen en zijn echtgenote. Van Oosthuizen heeft ervoor gezorgd dat het kerkplein uniek is in Nederland. Een kerkplein met arbeiderswoningen uit de Napoleontische tijd. Van Oosthuizen liet het plein rond 1810 aanleggen. Hij had veel geld verdiend door verkoop van knopen en uniformen aan het Franse leger. Van dat geld kocht hij voor zichzelf de buitenplaats Sparrendaal. Voor zijn katholieke geloofsgenoten liet hij een kerk bouwen, Sint Petrus Banden. Bijzonder aan deze kerk is het alziend oog in het fronton boven de ingang. De arbeiderswoningen werden in twee bogen rond het plein geplaatst. Recht tegenover de kerk bevindt zich hotelrestaurant Het Wapen van Rijnsburg. Dit voormalige rechthuis van de gemeente werd eveneens gebouwd in opdracht van Van Oosthuizen.